Nou vergeet ik iets. Joke? Ik vergeet iets. Ja, ga even zitten. Ga even zitten. Ik heb namelijk nog een kleine, dat is tegenwoordig in de Nederlandse televisie gebruikelijk. Ja. Er zijn allemaal programma's met videoboodschappen tegenwoordig voor mensen. En we hadden het net over je vriend. Is dat dan deze love? All you need is love, ja. Nou, dat doen we vanavond ook. Ik heb een kleine videoboodschap voor jou. Okay. Kijk maar. Hallo Joke, ik richt me alleen voor jou. De laatste grote rol die je in Nederland zong was Cosette in Les Miserables. En dat was een hele goede, mooie rol van jou. Daarna ging je naar Wenen om in de Weense productie van The Phantom of the Opera te zingen. En je was alleen terug om auditie te doen voor de Nederlandse Phantom of the Opera. En die auditie was slecht. Was zo slecht dat je werd afgewezen. En dat verbaasde ons. Want we kenden jou als iemand die altijd haar werk heel professioneel, heel goed doet. We gingen kijken hoe jij de Phantom zong in Wenen. En we waren verbaasd. Je was werkelijk top. We vroegen de Amerikaanse regisseur Hal Prince en de muzikale leider uit Engeland te gaan kijken om wat wij voelden ook te gaan voelen. En dat is gelukt. Ze hebben je gezien en ze waren verbaasd. Wij niet, want we kenden jouw kwaliteit. Joke, ik ben hartstikke trots om vanavond op de televisie, de Nederlandse televisie, te kunnen zeggen tegen jou, jij wordt de Nederlandse Christine in de Phantom of the Opera. En deze roos is voor jou. Ah. Wist je het echt niet? Nee. Natuurlijk kan je, ik bedoel, ik zat in Wenen en opeens komt zo'n televisieprogramma. En wat wel zo was natuurlijk, was dat ze waren allemaal komen kijken. Iedereen, en dan tot God aan toe, want Harold Prince is in de musicalwereld gewoon God, ja, voor ons. En ja, dan denk je toch zoiets van ja. Het kon wel eens gebeuren. Het kon wel eens gebeuren, maar ze hebben het me echt niet verteld. Ik heb echt gevraagd en gebeden en zo en gezegd van vertel het me nou, maar ze hebben het niet gedaan. We hebben een heel klein stukje uit, om je vast in de sfeer te brengen van wat jij straks moet gaan doen, van een buitenlandse Canadese productie van The Phantom. Even kijken. Nou, en dat ben jij dus straks, hè, die ene vrouw. Dat, ja, is je meer dan gegund en het wordt ongetwijfeld een hoogtepunt in je carrière. Heel hartelijk bedankt.